Ja, Karin Brouwers van de CD&V is intussen komen aanschuiven. Dag, mevrouw Brouwers. Goedemiddag. Maakt u zelf wel eens gebruik van de diensten van de lijn? Van de lijn regelmatig is in Leuven, maar niet zo dikwijls, omdat ik daar meer mijn fiets gebruik. Ja. Leuven is een echte fietsstad. Maar in Brussel neem ik wel regelmatig de metro of de bus van goed, de MIVB. Dat is een andere maatschappij, ja, dat is de MIVB. U zegt af en toe wel eens de lijn. Bent u dan tevreden over wat u krijgt? Krijgt u waar voor uw geld? Ik vind dat de wachttijden soms wat hoog oplopen, dus de stiptijd is wel verminderd in de loop der jaren. Voor de rest zitten in Leuven tenminste de bussen soms te vol. Ja, soms te vol en niet op tijd genoeg. Nu aanleiding voor de vragen in het parlement, ook die van u trouwens, is die artikelenreeks in de Standaard. Ja. Heeft de minister volgens u de boodschap van die artikelenreeks goed opgepikt? Ik had soms het gevoel dat die er wat licht over ging. Ja, casuïstiek. Op basis van enkele gevallen gaan we dan een lang verhaal maken. Heeft hij het goed opgepikt, denkt u? Ik denk dat hij de boodschap wel begrepen heeft, maar misschien ook niet graag toegeeft dat er toch wel problemen zijn. Hij heeft het eigenlijk wel gezegd, er zijn problemen. Hij heeft het eigenlijk wel toegegeven. Maar als bijvoorbeeld minister... Eraan, ja, voilà. Ja, doet hij dat op een goede manier, volgens u? Ja, hij is in elk geval bezig met een groot nieuw systeem uit te werken. Wij werken daar vanuit de meerderheid, vanuit CD&V ook aan mee. Het systeem van basisbereikbaarheid heeft dat ook een beetje uitgelegd, waar er een kernnet zal zijn van de lijn met een aanvullend net. En voor die last mile, die first mile, eerder op het platteland zal dat dan voornamelijk zijn. Kernnet vooral steden en dan op het einde van de rit nog iets voor de kleine gemeenten in het platteland. Maar daar wordt geklaagd, ook door de burgemeester. Het is te zeggen, dat gaat in een vervoerregio beslist worden wat men daarmee gaat doen. Gaat men een taxi inzetten, een buurtbus, een schoolbus? Hoe gaat men al die vormen van vervoer die nu al bestaan proberen samen te brengen in een efficiënt systeem? Lokaal mag dat beslist worden. Dat mag lokaal beslist worden, maar natuurlijk vele van die burgemeesters en schepenen die nu in die proefregio's zitten, ja, die horen het in Keulen donderen. Er zou meer kennisoverdracht moeten zijn, zodat zij goed weten waar zij hier mee bezig zijn. Ja. En vooral, er is onzekerheid over de budgetten. De proefregio's, de vier proefregio's die bezig zijn, die hebben een bepaald budget toegewezen gekregen. Maar dat is echt niet zo heel veel. En er bestaat de angst, als er nog 11 regio's gaan bijkomen, en die moeten ook allemaal nog een deel van het budget hebben, want dat moet ergens vandaan komen natuurlijk, dat op termijn te weinig gaat zijn om dat op een goede manier te organiseren. En wie krijgt dan de schuld? Niet de lijn, niet de minister, maar wel die burgemeesters in die regio's. En die willen dat natuurlijk liever niet over zich heen krijgen. En de meeste burgemeesters worden geleverd door uw partij, dus die zullen dat niet graag doen. En nu, u vroeg dat ook concreet, hij schuilt onder die herstructurering een besparingsoperatie. Ja. Bent u gerustgesteld door het antwoord van de minister? Die zei van nee, ik heb nog niet zoveel geïnvesteerd als vandaag, 1,2 miljard. Ik ben nog niet 100% gerustgesteld. Dus het feit dat iemand als Chris Peeters, die toch als een mobiliteitsexpert wordt aanzien in Vlaanderen, zoiets stelt. Niet te verwarren met de minister. Nee, het is een andere Chris Peeters. Het feit dat hij dat stelt, verontrust mij een beetje. Vandaar dat ik die vraag ook specifiek stelde. De minister heeft gezegd, nee, ze gaan budgetten krijgen. Maar ik heb op het einde ook nog gezegd, ik denk dat u duidelijkheid gaat moeten verschaffen aan de verschillende regio's. Eens dat ze vastliggen en als we wat verder gevorderd zijn in de stappen naar dat decreet dat er nu nog niet ligt, ik denk dat wij dat pas gaan kunnen goedkeuren als wij weten, die regio gaat zoveel krijgen, die regio zoveel. Hij zal daar met een plan moeten komen. En als u dat niet concreet weet, dan gaat u dat decreet niet meestemmen? Dat decreet is er nog niet. Dus, goed, als het voorligt, dan wil het weten. Hij moet tegen dat het voorligt, moet hij kunnen zeggen, kijk, het gaat in die grote orde zijn tussen dat en dat. Ik neem aan dat je dat niet voor de komende jaren tot in de kleinste detail, tot op de laatste eurocent kan vastleggen. Maar daar moet ook een lijn in zitten, want Dat gaat waarschijnlijk vermeerderen na verloop van tijd. Men gaat misschien beginnen met een taxidienst in één deel van een regio en nadien met die gaat ook geleidelijk moeten opgetrokken worden. En als u het niet weet, dan stemt de CD&V niet mee. Wij zouden toch graag op voorhand weten wat we stemmen. En anders zouden we wel, denk ik, ook dom zijn om als parlement iets te gaan stemmen waar we een kat in een zak kopen. Dat doen wij niet, daarvoor zitten wij hier ook niet. Oké, dat is duidelijk. Bedankt. Mevrouw Brouwers, bedankt voor dit interview. Blijf nog even bij ons, beste kijker, want we zijn er meteen terug. We gaan het hebben over de mensenrechten.